Geertje? Geertje? Ja, wat is er, Samson? Ah, niks zo. Dat is nu al de 10e keer vandaag dat je mij naar beneden laat komen. Voor niks. Ah ja, ik wou weten of jij nog zo'n beetje kwam als ik roep zo. Maar niet lang meer. Gertje, wat is dat zo met die Pandora-regel? Die corona-regel, Samson. Ja. Wel, je mag geen mensen meer zien die niet in je bubbel zitten. Ja. Is het daarom dat wij meneer de burgemeester, meneer de raaf en meneer Spaghetti zo niet meer zien zo? Ja, inderdaad, Samson. Hoewel ik dat niet zo erg vind. Maar Gertje, en hoe lang gaat die edisterie nog duren zo? Die pandemie? Ja, dat bedoel ik. Dat weet ik niet, Samson. Ik heb ook geen glazen bol, hè? Maar Gertje, wat is dat zo? Een tafelknol. Een glazen bol, Samson. Wel, dat is... Nee, ik ben het allemaal beu, beu, beu. Maar Gertje, waarom zeg je zo? Ik ben het beu, beu, beu. Omdat ik het beu ben, stomme hond. Al 30 jaar, die stomme, belachelijke versprekingen. Al 30 jaar, dat belachelijk rood t-shirt. Al 30 jaar, die stomme bel die niemand kan repareren in dit kutdorp vol idiote mensen. Mon Gertje en ik dan zo. Ik breng je naar het asiel. Maar ik wil niet naar die debiel. Debiel? Maar dat is het. Ik bel naar een van onze debiele vrienden. Die moeten jou maar in huis nemen. Ik ga eerst naar die stomme kapper bellen. Hallo, met Alberto Vermicelli. Ah, Albert. Ten eerste is het Alberto. En ten tweede... Zal ik u iets zeggen, hè? Door corona kan jij je kapsalon toch niet openen, hè? Dus jij hebt tijd genoeg om die stomme hond van mij over te nemen, hè? Ja, maar dat gaat niet, hè, Gert. Le Kappermond en Bart Kajel komen straks langs achter. Je krijgt van mij een slagroomtaart. Oh nee, hè. 10 taarten. Zeg, je bent al dik genoeg, hè. Ik ben niet dik. Ik ben gespierd. Tja, ik vraag het wel aan iemand anders. De burgemeester. Al 30 jaar stem ik voor die bietenkwiet. Nu mag jij wel eens iets voor mij terug doen. Vliegen. Wie vliegt er mee? Met de burgemeester. Zeg, burgemeester, kan jij die Samson van mij overnemen? Samson overnemen? Maar dat gaat niet, hè, Gert. Ik moet een heel dorp runnen. 2 eigenlijk sinds die fusie met Affligem. Nooit stem ik nog voor jou. Anders zal ik het eens vragen aan Van Leemhuizen. Van Leemhuizen! Dag, burgemeester. Kan jij Samson bij jou in huis nemen? Oh-oh! Dat zal niet gaan, burgemeester! Van mijn Celestine mogen er geen honden in huis. Voor het haar, hè? Goh, met jou zijn we ook nooit niks, hè, Van Leemhuizen. Jij bent een prutsecretaris. Een prutser ben je. Van Leemhuizen, je bent een prutsecretaris. Van Leemhuizen, Van Leemhuizen. Nee, het gaat niet, Gert. En nu moet ik neerleggen, want de afgevaardigde van de minister komt eraan. Burgemeester, waar bent u? Het is de afgevaardigde van de minister, nietwaar? Ik ben er niet. U bent er wel, nietwaar? Ik heb toch gezegd dat ik er niet ben. Als u mij niet wilt ontvangen, dan mag u geen burgemeester meer zijn. Ah, maar
De kiezers hebben voor mij gekozen. Maar mijn beste man toch. Ik ben de ware dictator van België. Ik beslis wie dat er blijft en wie dat er... Niet waar? Goed, ik heb nog één idee. Nog één. Octaaf de Bolle. Maar heeft meneer de Raaf dan zo tijd, Gertje? Dat hoop ik voor jou, het wordt het asiel. De Bolle. Hallo met Gert. En met mij zo. Ja. Hallo met Samson. Octaaf, zeg mij dat jij de persoon bent die Samson in huis kan pakken. Ah, Gert, dat is een goed idee, ze. Honden in huis nemen, dat is toevallig één van mijn specialiteiten. Mijn Miranda zegt dat ook altijd. Pa zegt ze, zoals jij honden in huis neemt, hè. Zo neem ik honden in huis, hè. Fantastisch. Oh, dank je, dank je, dank je. Maar ik moet dat wel eerst vragen aan ons moeken, hè, Gert. Ah ja, als volwassen man met een kind heb ik toch verantwoording af te leggen aan mijn moeder, hè. Momentje, hè. Vlug dan, hè, Octaaf. Ja, moeke. Ja, het zal niet gaan, Gert. Wat? En waarom niet? Nee, ons moeken is bang dat Samson niet zindelijk genoeg is, aangezien jij ook niet van de properste bent, hè, Gert. Wel, jij gemene kaalkop, hè. Je... Dag, Gert. Ja, moeke, ik kom. Ja, lapsig. Ingehaakt. Morgen, je. Geen woord meer, Samson. Ah, ik weet het. Ik ga naar mijn kinderen bellen. Voor die miljoenen dat ze van mij erven, mogen ze wel eens iets doen zoals jou oppassen. Ja, Victor, het is de papa hier, hè. Ja, zeg, jij moet Samson van mij overnemen, hè. Hoe dat gaat niet? Studio 100 danseresjes achter de coulissen achterna zitten? Zeg, dat is mijn taak, hè, jongen. Daarbij, je hebt al een Dalton-sister en een K3'tje gehad. Oké, dan hè. Dan ga ik naar Marie bellen. Oh, is dat zo de huisvrouw van de burgemeester zo? Samson? Nee, Marie, mijn dochter, Samson. Ja, schatje, het is met de papa, hè. Wil jij Samson van mij overnemen? Ja, fantastisch. Ja, dag. Eindelijk. Ziezo, Samson. Dit was het dan. Dit is het einde. Oh, Gertje. Gertje, dat nooit meer zien, joh. Nee, inderdaad. 30 jaar hebben wij lief en leed gedeeld. Maar nu is het voorbij. Oh, Gertje. Ik denk zo stil in mijn hoofdje heet. Dat ik zo ja, heel, heel hard ga missen, zo. Maar mijn lieve Samson toch. Ik jou totaal niet!